We weten uit onderzoek dat wel 50% van de mensen slechter het ziekenhuis uitgaat dan ze aanvankelijk het ziekenhuis inkwamen. En dat is dan niet een direct gevolg van hun ziekte, maar dat is meer het gevolg van de inactiviteit en de bijkomende problemen tijdens hun opname. Oudere mensen zijn vaak kwetsbaar omdat ze meerdere ziekten tegelijk hebben, die ook nog eens invloed hebben op elkaar. Maar ook omdat ze ouder zijn, hebben ze minder reserve om zo'n ziekte of zo'n operatie, om daar weerstand tegen te bieden. Mag ik daar naar binnen? Ik heb begrepen dat u binnenkort geopereerd gaat worden. Ja. Daarvoor is ook de eerste screening om te kijken of de patiënt kwetsbaar is op een aantal vlakken. Hartstikke goed. En is dat zo, dan kan de verpleegkundige al starten met allerlei maatregelen. Enerzijds zijn dat adviezen voor de patiënt en de mantelzorger. Dat kan informatie zijn over het delier of over ondervoeding. En anderzijds zal een adviesbrief worden gemaakt voor de afdeling, waarbij de afdeling eigenlijk daar meteen mee aan de slag kan als de patiënt op de afdeling komt. Hard je kunt. En grijpen. Ja, goed zo. Natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die niet gepland worden opgenomen. In dat geval is de afdelingsverpleegkundige degene die een aantal vragen stelt om de eerste inventarisatie te doen, om te kijken of deze mensen kwetsbaar zijn voor achteruitgang. En heeft u hulp nodig bij het eten? Nee. Goedemorgen mevrouw, ik wil even voorstellen. Ik ben Jenny Joosten, ik ben fysiotherapeut hier op de afdeling. Ik begreep van de verpleegkundige dat het in en uit bed komen dat nog een beetje lastig is. In principe hoeven de oefeningen tijdens opname helemaal niet ingewikkeld te zijn. Het is al heel fijn als patiënten zelfstandig naar de toilet lopen, een aantal keren per dag, een aantal keren opstaan van de stoel. Ze mogen ook best een uurtje gaan rusten op bed, maar het is gewoon van belang dat je zoveel mogelijk je normale patroon van thuis aanhoudt. Zoals dit de situatie nu is, vind ik het fijn dat ik daar in ieder geval bij sta, ja. Om u wel die steun, die heeft u wel nodig nu. Is de patiënt kwetsbaar in de zin dat er bijvoorbeeld sprake is van vallen of dat de patiënt al thuis slecht liep, dan is het vaak handig dat de fysiotherapeut meteen komt meekijken om meer een passend plan voor deze patiënt aan te bieden. Minder achteruitgang fysiek van conditie en spierkracht, dat levert het op en dat mensen daardoor toch hopelijk misschien wel weer sneller naar de thuissituatie terug kunnen keren en niet naar een verpleeghuis moeten voor revalidatie. Als we met z'n allen zorgen dat de kans op complicaties zo klein mogelijk wordt en als ze optreden we ze ook zo vroeg mogelijk herkennen en daarbij zorgen dat mensen voldoende gestimuleerd worden om te bewegen, kun je voorkomen dat mensen achteruit gaan tijdens opname. Gaat het lopen vergelijkbaar met thuis? Er wordt geschat dat we bij 50% van de mensen kunnen voorkomen dat ze achteruit gaan. En dat is gigantisch. Ja, dit gaat wel goed.